Natuurlijk is zo'n werkbezoek strak geregisseerd. Ook voor het bezoek aan Werkendam is er een minutieus draaiboek om bedrijven en politici een kans te geven om met de commissaris van de Koning van gedachten te wisselen. Ik ben Jan Dokman, fractievoorzitter van Altena Lokaal met 7 zetels in de gemeenteraad van Werkendam. Ceylan Dusduzen, directeur van CCM3. Ik ben Marco van Driel van TMS. Ik ben samen met Kees van Wendel, de oprichter en mede-eigenaar van TMS. Dat is een bedrijf die zich specialiseert op kraanbouw voor de scheepvaart en voor de offshore. En al die mensen die willen wat van de commissaris, die als eerste in beslag werd genomen door de burgemeester. Meneer Van den Donker, was het eerste gesprek? Een uitstekend gesprek. Ja. Dat gesprek gaat verder in vergaderruimte 1. Daar zitten fractievoorzitters klaar met vragen en opmerkingen. Ik zie het vooral als een beleefdheidsbezoek en om te horen wat er hier leeft binnen de gemeente. Nee, ik ga me oproepen om de bereikbaarheid hier van de regio goed onder aandacht bij de provincie te houden. Heeft u straks ook nog een kritische vraag voor Van den Donk? Ik ga nog niet uit de school klappen. Dat ga ik nog niet doen, nee. Deels achter gesloten deuren worden er talloze vragen gesteld. Daarna is het op stap met een busje. Wij gaan nu twee bedrijven hier in Werkendam bezoeken om te laten zien hoe dat de maritieme sector in Werkendam zich ontwikkelt. Welke kansen dat er zijn en welke ontwikkelingen in de toekomst zijn te verwachten. De maritieme sector in Werkendam laat graag zien waar ze mee bezig zijn. Vooral innovatief. Het schip is ook elektrisch. Dus we zijn wel bezig met groen, met milieu. Dat wil ik me wel laten zien. In wervelende presentaties laten bedrijven zien dat ze een speler van formaat zijn op de Nederlandse en internationale markt. Maar zorgen, die zijn er ook. En ook die worden gedeeld met Van den Donk. Onder andere bijvoorbeeld vinden van geschikt personeel is iets wat we besproken hebben. Maar dat is natuurlijk niet alleen voor ons. Dat hebben heel veel bedrijven hebben daar echt moeite mee om geschikte mensen te vinden. Uren naar het eerste kopje koffie en vele gesprekken later mag het journaalje aanschuiven. De boodschap van de commissaris: Werkendam mag beren trots zijn op zijn maritieme industrie. Dit is in feite het brainport van de binnenvaart, hè, wat je hier ziet. Hè. Dus dat is echt geweldig en dat mag wel eens wat meer. En de ondernemers op hun beurt zijn zeer te spreken dat een commissaris van de Koning op werkbezoek komt. Ik als ondernemer vind dat heel belangrijk, omdat er toch een beetje betrokkenheid is vanuit de regering, zeg maar. Dat er toch een beetje aandacht wordt besteed aan onze branche. In Vogelvlucht was dit het werkbezoek van Wim van den Donk, commissaris van de Koning in Brabant aan Werkendam. Het was een inkijkje, een ochtendje hard meelopen, hoe het is om de baas van de provincie te zijn. Het is goed, vind ik, dat iemand van dat niveau weet wat er in een provincie speelt. Het was zomaar een ochtendje met Turbo Wim.